Exodus 16. Toen zij van Elim opgebroken waren, kwam de gehele vergadering der Israëlieten in de woestijn Sin, die tussen Elim en de Sinai ligt, op de 15e dag van de tweede maand sedert hun uittocht uit het land Egypte. En in die woestijn morde de gehele vergadering der Israëlieten tegen Mozes en Aaron. En de Israëlieten zeiden tot hen, Och, dat wij door de hand des Heren in het land Egypte gestorven waren, toen wij bij de vleespotten zaten en volop brood aten. Want gij hebt ons in deze woestijn geleid om deze gehele gemeente van honger te doen omkomen. Toen zeide de Heere tot Mozes, Zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regenen. Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is, opdat ik het op de proef stelle, of het al dan niet wandelt naar mijn wet. En als zij op de zesde dag bereiden wat zij hebben binnengebracht, dan zal dit dubbel zoveel zijn als wat zij op de andere dagen verzamelen. Daarop zeiden Mozes en Aaron tot alle Israëlieten, Vanavond zult gij weten dat de Heere u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemor tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons mort? En Mozes zeide, Als de Heere u in de avond vlees te eten geeft en in de morgen volop brood, omdat de Heere het gemor waarmede gij tegen hem gemord hebt gehoord heeft, wat zijn wij? Niet tegen ons was uw gemor, maar tegen de Heere. En Mozes zeide tot Aaron, Zeg tot de gehele vergadering der Israëlieten, nadert voor het aangezicht des Heeren, want hij heeft uw gemor gehoord. Terwijl nu Aaron sprak tot de gehele vergadering der Israëlieten, richtten zij hun blik naar de woestijn. En zie, de heerlijkheid des Heeren verscheen in een wolk. Toen sprak de Heere tot Mozes en zeide, Ik heb het gemor der Israëlieten gehoord. Zeg tot hen, In de avondschemering zult gij vlees eten, en in de morgen zult gij met brood verzadigd worden. En gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En des avonds kwamen kwakkels opzetten en overdekten de legerplaats. En des morgens was er een dauwlaag rondom de legerplaats. Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie, daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde. Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander, Wat is dit? Want zij wisten niet wat het was. Maar Mozes zeide tot hen, Dit is het brood dat de Heere u tot spijze gegeven heeft. Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt ervan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen, naar gelang van het zielental. De Israëlieten nu deden zo en verzamelden het, de een meer en de ander minder. Toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet te veel, en hij die minder verzameld had, kwam niet te kort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld. En Mozes zeide tot hen, Niemand late ervan over tot de morgen. Maar sommigen luisterden niet naar Mozes en lieten ervan over tot de morgen. Maar toen was het bedorven van de wormen en stonk. En Mozes werd toornig op hen. Zij nu verzamelden het elke morgen ieder naar zijn behoefte. Maar als de zon heet werd, smolt het. En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomer voor ieder. En al de vorsten der vergadering kwamen het Mozes berichten. Toen zeide hij tot hen, Dit is wat de Heere gezegd heeft. Een rustdag, een heilige sabbat is het morgen voor de Heere. Bakt wat gij bakken wilt en kookt wat gij koken wilt. Laat al wat overblijft liggen om het tot de volgende morgen te bewaren.
Zij lieten het dan tot de volgende morgen liggen zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maden in. Voort zeide Mozes, eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het niet vinden op het veld. 6 dagen zult gij het verzamelen, maar op de 7e dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de 7e dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet. Daarom zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden? Bedenkt dat de Heere u de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u op de 6e dag brood voor 2 dagen. Ieder moet op zijn plaats blijven, niemand mag zijn plaats op de 7e dag verlaten. Toen rustte het volk op de 7e dag. Het huis Israëls noemde het manna, en het was wit als korianderzaad, en de smaak ervan was als die van een honingkoek. Mozes zeide, dit is wat de Heere geboden heeft, vul er een gomer mee, om het voor de toekomende geslachten te bewaren, opdat zij het brood zien dat ik u in de woestijn te eten heb gegeven, toen ik u uit het land Egypte leidde. Daarom zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik, doe daarin een volle gomer manna en leg dit voor het aangezicht des Heeren om het voor de toekomende geslachten te bewaren. Zoals de Heere Mozes geboden had, legde Aaron het voor de getuigenis ter bewaring. De Israëlieten nu hebben 40 jaar het manna gegeten, totdat zij kwamen in bewoond land. Het manna hebben zij gegeten, totdat zij kwamen aan de grens van het land Kanaan. Een gomer nu is het 10e van een eva.